Wieger wordt wakker is de titel van het muziekstuk dat de fanfare van Stijn samen met leerlingen van basisscholen De Bruik en Don Bosco uitvoerde in een overvolle fanfarezaal. Dat is natuurlijk een leuke manier om jongeren aan te sporen muziek te maken. Vanavond willen we samen, jullie en wij als fanfare, willen een concert gaan geven voor jullie. Speciaal voor jullie allemaal ingestudeerd. Hebben jullie er zin in? Ja, weet je zeker? Ik hoor niks. Hebben jullie er zin in? Thank you.
we gaan proberen om niet alleen maar met de stok op de trommel te slaan, maar ook iets anders te doen met de stok. En jullie moeten goed opletten, want die stokken die gaan omhoog en omlaag en in de mond. En we proberen zoveel mogelijk gekke dingen te doen om een korte tijd met de stok. Als het even kan, dan tikt hij met zijn vingers op de tafel
met pennen op een boek of met zijn handen op zijn benen. En die vindt dat niet aan, want die hoort wel van een lekker ritme. En het handige is dat dat helemaal niet is om aan te doen zijn. Thank you.
zitten staan. Gaan zitten staan. En Brian is hier. Ja, dames en heren, we hebben nu een prachtige uitzending kunnen kijken. En natuurlijk wil ik nu ook wel eens weten wat de kinderen nu gevuld hebben en waarom dat ze hebben metgedaan. Hineve, stel je eens even voor, wie het ze? Sanne Smeets. Sanne, wij is bij je op school gekomen en wie is het nu gegaan dat het vanavond hier was? Patrick is bij ons op school gekomen en hij heeft dus muziekles gegeven. Ik hou heel erg van zingen en daarom heb ik metgedaan. Doe heel heel erg van zingen. Deze ook alleen in kwerken zingen? Nee. Ja, alleen met de communie. Oké. Okay. En nu heb je hier gezeten. En wat vind je nu eigenlijk een leuk instrument? De horen. En waarom de horen? Lijkt me dat een zoet? Ja, dat hij een heel leuk geluid maakt. En heb je op school ook getest om erop te spelen? Ja. Maar het was wel heel zwaar. Dat ook wel om te blazen. Ja. Was het zwaar om in de hand te hebben of zwaar om met blazen? Met blazen. En als ze nu zo vanavond best hier geweest, ben je dan van gedachten veranderd of denk ze van nou, dat zou ik toch wel willen? Ja, het leek me gewoon moeilijk, maar het leek me gewoon heel leuk. Goed, want hier neven mij aan de andere kant, daar zit een jong en daar wil ik gewoon eens even zich laten voorstellen aan de Luvenstein. Ik ben Jason Westhoven, ik ben 11 jaar. Jason, ik speel al lang hè, in de fanfare. Wie lang al? Vertel eens. 4,5 jaar. 4,5 jaar. En wat speelt ze? Sopraansaxofoon. Sopraansaxofoon. Weet je wel dat dat hartstikke moeilijk is? Want dat is het, hè? Ja, best wel. Ja. Jason, vertel eens. Wie dek in de week doet je repeteren? 1 keer in de week, 2 lessen achter elkaar. Dus 2 lessen achtereen, dat betekent dan 2 keer een half uur, in totaal een uur. Nee, een anderhalf uur en een 20 minuten zo. Ja. Nu heb je dicht te strak hier gezeten en je hebt zo nog een solo gespeeld. Hè? Hoe lang heb je daarop moeten oefenen? Volgens mij 6 lessen. Ja. En van welke Christenles bij de fanfare? Bij de fanfare van Marie-José. Dat waren de dirigenten die voor de jeugdfanfare zongen. Jason, als ze nu toes bent, oefent ze dan ook? Ja. En wie dek? Mag ik dat vragen? 2 keer in de week en dan een kwartiertje zo gaat. Ja. Nu heb je zich te strak op de bühne gezeten, de solo gespeeld en dan zussen die kenjer van de schwal voor de gaan. Wat denkt ze dan als ze die kenjer zus komt de bie? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want samen muziek maken, dat is toch wel leuk, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar, die is dat dan nu al heel erg lang en ben je nu ook van plan om nog door te gaan bij de fanfare? Zeker. Ja. Ja, Lu, dat zijn natuurlijk de enthousiaste Lu die voor hebben. En dat is de fanfare groot job, Jason. En het gaat ook immer beter, hè? Dat wel. Ja. Want ik moet er nog aan denken, we hebben ooit eens opnames gemaakt. We zijn voor op het eerste solistenconcours geweest. Kent zich dat ook nog herinneren? Wie ze hier in de fanfarezaal bibberende handjes had? Nee. Nee. Dat is ook allemaal over, hè? Het gaat nu goed, hè? Nu zeker. Goed, Jason. Ik wens je nog heel veel succes. En ik vond het geweldig dat ze met die Lu van de Schwal is metgedaan. Klasse. De volgende kandidaat die even mee zit, moet dan maar eens even vertellen wie er is. Ik ben Sarah Soer en ik ben 9 jaar. Ja. Sarah, fanfare. Wat weet ze al van de fanfare af? Nou, het is een ja, leuk muziekproject, vind ik zelf. Ja. Ik heb er ook zelf bij gezeten. Mm-hmm. Maar niet lang. Waarom ben je niet zo lang bij de fanfare geweest? Ik kreeg het oefening erin. Nee. En dan heb ze hier vandaag metgedaan en dan is het ook een project geweest wat op de schwal gedraaid heeft. Patrick, de dirigent, heeft wel les gegeven. Heb ze dan toch ook niet een klein beetje speed? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus er zit misschien nog wel een kans in dat ze toch een keer weer terugkomt? Ja, eigenlijk wel een heel groot kans. Ja. En als ze zo terugkomen, wat voor instrument heb je nu goed gelegen? Wat vind je nu een schoon instrument? De bugel en de drumstel. En als ik nu naar dich kijk, dan denk ik van, wie kent ze eigenlijk de fanfare? Zonder dat ze nu op school zijn geweest. Hoe zus ze die wel eens? In de carnavalsoptocht. Bij de communie. Mm-hmm. Ja, en bij Sinterklaas. Hè? Als ze Sinterklaas gewoon in al in de haven. Hè? Maar wat ik zou begrijpen is dat je in ieder geval heel positief bent. En dat je het allemaal heel erg leuk hebt gevonden. Ja, dat nou.
dan hoop ik dat die kenner heel snel welkom zijn bij de fanfare. En dat ze gaas gaan geven. Want dat kent de fanfare gebruiken nu, leden en jongleden, die zijn altijd welkom. Dankjewel voor het interview en veel succes allemaal. Ja, inmiddels is bij mij aangeschuift Patrick Letterle. Dat is de dirigent van de fanfare. En ik geloof dat het zijn idee was om dit allemaal te gaan doen, maar dat ga ik even aan hem vragen. Patrick, waar komt dit idee? Nou, het idee om dit werk te doen, dat was inderdaad van mij. Maar het is een idee van de fanfare geweest om meer aandacht weer te brengen op de scholen. Fanfare weer naar kinderen toe te brengen en hopelijk ook naar ouders om proberen kinderen in ieder geval in aanraking te brengen met de fanfare en de fanfare muziek. En hopelijk dat er toch een aantal kinderen zullen besluiten om een instrument te kiezen en mee te komen spelen. Als je nu zo op de school bent geweest, wat is dan die ervaring? Wie hebben de kinderen dat beleefd? Ja, fantastisch. Van alle medewerking van de twee scholen in ieder geval gehad, dat natuurlijk belangrijk is om überhaupt zo'n project van de grond te krijgen. En de lessen die we in de klas aan het kennen geven, daar worden die kinderen heel enthousiast. De liedjes zijn natuurlijk leuk om te doen. Daarbij het verkennen van al die instrumenten, dat is ook al iets spannends. En dat bied je in een quizvorm, dat maakt het voor die kinderen natuurlijk heel interessant om dan mee te doen. Maar die kinderen enthousiast krijgen, bleek dus ook inderdaad niet het probleem. Die worden nou één les helemaal al verkocht wat dat betreft. Ja. Ik denk ook, Patrick, als ik zelf een beetje de afgelopen jaren een fanfare kijk, ze word ik als stoffig ervaren. En dit geeft toch ook wel nieuwe impact en input, hè? Nou, dat is ook de gedachte achter het project. Lotte voor Kinger, die kennen ons meestal alleen van de communie of van de carnavalsoptocht. Dat bleek ook in de eerste les. We kenden de fanfare van. En dan worden dat de twee enige antwoorden die ze kosten geven. En dat een fanfare veelzijdiger is en ook hele andere muziek kan spelen, worden voor hun onbekend. Dus dit project om ze op die manier met de fanfare in aanraking te brengen is natuurlijk een heel groot succes. En dat bleek toch vanavond wel met de hoeveelheid lui en ook wat er nu nog, het uitproberen van de instrumenten, de gesprekken die er allemaal zijn, die het los had gemaakt. Ja, dat bewijst dat het een heel mooi project is geweest. Het heeft zich heel veel tijd gekost. Dat is toch ook wat ze als dirigent toch een paar over hebben voor de fanfare. Ja, dat bewonder ik toch wel. Ja, nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat een dirigent heel actief zich daarmee bemuit. Dit is heel vaak toch het gezicht van de fanfare. In ieder geval het muzikale gezicht. En dat hoeft niet zozeer in de spotlight te staan, maar in ieder geval in adviezen en dergelijke vind ik de stem van een dirigent heel belangrijk. Dan is het zo dat die andere twee scholen in Steen, die zeiden al gelijk van ja, we willen dat ook. En ik denk dat ik dat een goed gevoel moet geven, dat één. En geeft dat ook door, geeft ze dan met wie? Ja, absoluut. Vrouw hebben gezegd van, we weten niet zeker of het gaat aanslaan. We weten toch niet of we de scholen mee kunnen krijgen. Dus hebben we gezegd, we willen eerst twee scholen proberen. Lukt dat? Is het goed? Krijgen we het project goed van de grond? Dan wel verzekeren dat het op de andere twee scholen ook doen. En de plannen voor volgend jaar, die zijn nog groter, want dan willen we een grote theaterproductie doen. En door zeker de hele kingerbevolking, jeugdbevolking van Steen bij betrekken. Dus de plannen voor het volgend jaar, die liggen eigenlijk al op de plank om uitgevoerd te worden. Ja, nu, ik kan hier eigenlijk heel weinig aan toevoegen, want het is toch geweldig. Als de zonne dirigent als fanfare hebt, wat er zo samen met de fanfare voor wilt gewoon. Patrick, heel erg bedankt en jij veel succes met alle activiteiten. Dankjewel.